Bewoners van Reijerskop in Harmelen zijn fel tegen de komst van windmolens. Uit onderzoek blijkt volgens burgemeester en wethouders van Woerden dat Reijerskop het meest geschikt is voor windmolens en Barboudswaarder voor zonne-energie. Maar daar denken de bewoners van Reijerskop dus anders over. Een politieke avond over het onderwerp leverde een volle tribune en boze insprekers op. Wij als bewoners vragen de raad te besluiten om de keuze voor Reijerskop uit te stellen en het college opdracht te geven de gebiedsvergelijking uit te breiden met aanvullend en inhoudelijk onderzoek en of met een aanvullend participatietraject. Jullie kunnen beter eerst goed onderzoeken wat het doet met onze gezondheid. U moet een gedegen besluit gaan nemen. En ik ga u vertellen, ik hou u aan uw rol als volksvertegenwoordiger. En ik heb tegen de wethouder gezegd, ik wil heel leuk met u komen praten, maar als u de stip op de muur al gezet heeft, en dat is toch een beetje ons gevoel in samenwerking met Utrecht, dan treft u ons in de rechtbank. Ik woon inmiddels 30 jaar in Harmelen. Ik kom 30 jaar op de Reijerskop. Ik heb weinig of niet zien veranderen. Ik ben 7 jaar bezig geweest om een boerderijtje te restaureren. Dat is mijn pensioen en daar vecht ik voor. Nou, meneer Vierstraat, dat was niet mis wat er hier vanaf de publieke tribune, met name door de insprekers, naar voren werd gebracht. Wat heeft het voor indruk op u gemaakt? Nou, het bevestigt wat we al weten, dat mensen zich grote zorgen maken over windmolens, met name als ze er echt in de buurt wonen. Heeft u nieuwe dingen gehoord? Nee, de meeste inbreng die wij hebben gezien, we hebben het gezien, hè, er was een filmpje van televisie wat we natuurlijk onlangs allemaal hebben kunnen zien. En de meeste van dit soort bedenkingen die mensen bij windmolens hebben, die zijn ons al bekend. Er was een aantal verwijten. Eén daarvan was dat er eigenlijk geen sprake is geweest van echte inspraak. Over deze plannen is gesproken in de periode dat er door corona veel niet kon. En men verwijt eigenlijk dat er helemaal geen inspraak, oftewel participatie, heeft plaatsgevonden. Deelt u die mening? Nee, die mening deel ik niet. Het klopt wel dat door corona een deel van die participatie digitaal heeft moeten plaatsvinden. Dus wat we onder andere gedaan hebben is een enquête uitgezet onder een representatieve steekproef van Woerdenaren. Om een beeld te krijgen van wat Woerdenaren wel en niet acceptabel vinden. Dat is natuurlijk iets anders dan aan direct aanwonenden vragen onder welke voorwaarden zij iets goed vinden. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien dat je verschillende vormen van participatie hebt die allemaal een ander doel dienen. En uiteindelijk willen wij een zo zorgvuldig mogelijk besluit nemen. We hebben ook inwoners destijds, ik zat toen zelf nog in de gemeenteraad, de kans gegeven om mondeling dat nog te komen toelichten. En ik kan me herinneren dat ik zelf in de sportzaal in Harmelen heb gezeten en een aantal van de mensen die hier nu hebben ingesproken ook gesproken heb. Dus ze hebben wel degelijk de kans gehad om een zegje te doen. Wat klopt is dat wij, mijn eerste opdracht was vergelijk Barwoutswaarder en Reijerskop met elkaar en kijk in welk gebied het meest geschikt is voor windmolens. Nou, daarvan hebben wij gezegd dat vragen aan de mensen die in die gebieden wonen, dat voegt niet zoveel toe aan het maken van een kwalitatief besluit. Want ik weet wel wat mensen daarvan vinden. Die vinden dat namelijk allebei geen goed idee. Dus dat gaat de raad niet helpen met beter kiezen tussen Barwoutswaarder en Reijerskop. En dat is waarom we daar nu geen participatie hebben gedaan. Maar de raad kan altijd anders besluiten. Hè? Vooralsnog lijken de hakken aardig in het zand te staan. Er moet wellicht heel wat water bij de wijn worden gedaan. Wilt u überhaupt met deze mensen kunnen praten? En anders wordt er gedreigd, gaan we elkaar ontmoeten in de rechtszaal. Laat u het zover komen of denkt u dat u toch nog met deze bezwaarmakers in gesprek kunt gaan? Nou, mijn opdracht van de raad is om in Barwoutswaarder of in Reijerskop windmolens te bouwen. Ja, dat is ook belangrijk voor een goed gebalanceerd energienet. Ons voorstel is om dat nu in Reijerskop te doen. Ja, ik denk dat we met inwoners te maken hebben die onder geen enkele voorwaarde windmolens gaan accepteren. Dus die zullen de gang naar de rechter gaan maken. Ik denk dat ik dat niet kan voorkomen. Maar ik vind dat ook terecht. Ik vind ook dat we leven in een rechtsstaat. En als een overheid besluiten neemt waarvan jij denkt dat daarmee jouw grondrechten geschonden worden, dan heb je gewoon de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Dus ik vind ook dat mensen dat moeten doen. Misschien is het zelfs ook wel goed dat het gebeurt. Want dat betekent dat als de rechter zich daarover uitgesproken heeft, dat hij of mij een tik op de vingers geeft, of dat hij bevestigt dat wat wij doen zorgvuldig is. Deze week praat de gemeenteraad verder over Reijerskop en Barwoutswaarder als plaatsen waar duurzame energie kan worden opgewekt. Ging het afgelopen week nog om inspraak van bewoners en het stellen van technische vragen door de gemeenteraad? Deze week gaat de raad in debat.
De messen lijken reeds geslepen, want een aantal partijen is fel tegen windmolens, waar die dan ook zouden moeten komen.